zonovergoten openingsavond. Hier staan we dan, samen op het voorplein, met ons kasteel, met zicht op ons schitterend kasteel. Ik heb heel lang uitgekeken naar dit moment. Soms leek het eindeloos ver en dan is het eindelijk het moment aangebroken. En na een lange winterslaap ontwaakt het kasteel. En de voorbije 3 jaren hebben architecten, restauratoren en aannemers ons kasteel omgetoverd tot een bruisende plek in de glooiende heuvels van het Pajottenland. We nodigen jullie uit om in dialoog te gaan met deze plek. Een plek waar je jezelf kan zijn of vinden en even energie kan tanken, weg van de drukte van alle dag. Een plek waar je in dialoog kan gaan met het verleden, met gisteren, om zo vandaag beter te begrijpen. Inderdaad, we staan hier vandaag niet alleen. Als de muren konden spreken, zouden we ongetwijfeld avontuurlijke verhalen horen van bewoners van de 13e tot de 20e eeuw. Zoals de hertogen van Leuven, La Morale graaf van Egmond, het Milanese geslacht Arconati Visconti, stuk voor stuk eigenzinnige persoonlijkheden. Die streden naar vrijheid, met oog voor creativiteit en vernieuwing. En hun ziel waart nog rond in dit kasteel. Ze sluimeren nog in de gangen en je voelt hun hartslag nog kloppen, die van mij ook. En dat is zeker het geval bij de laatste bewoner van het kasteel. En nu moeten jullie in koor zeggen wie dat is. Marie Perra. Het lijkt wel een sprookjesverhaal. Aan het einde van de 19e eeuw erfde zij het kasteel van Gaasbeek. Door haar huwelijk met de steenrijke Arconati Visconti werd zij van de ene dag op de andere van eenvoudig burgermeisje plots een markiezin. En na het vroege, plotse overlijden van haar man kreeg de jonge weduwe het opeens helemaal voor het zeggen. Het zal jullie dan niet verbazen dat ze niet zo lang getreurd heeft over het heengaan van haar man. Want ze had een plan met dit kasteel. Een eigenzinnig project om het kasteel grondig om te bouwen tot een droombuurt. Zo vroeg ze aan de door haar fel bewonderde architect Charles Albert om het kasteel helemaal te verbouwen tot een neo-renaissance slot dat we vandaag kennen. Niet zomaar een verbouwing. Ze gaf de opdracht om een totaalkunstwerk te maken, waarbij gebouw, interieur, stoffering en meubilair helemaal geïnspireerd waren op de Renaissance. Een van haar uitspraken was: Le présent me dégoûte et le futur me fait peur. Voor de markiezin moest de verbouwing uitmonden in een plek waar ze kon ontsnappen aan het hier en het nu. Het kasteel moest van binnen en van buiten de illusie wekken van het verleden en werd daardoor een soort historisch theaterdecor. En dan gaat het niet enkel over stoffen of stenen, maar evengoed over haar markante persoonlijkheid. Ik geef toe, ik ben sinds enkele maanden in de ban van Marie Perra. Haar generositeit, haar lef en koppigheid. Ze had ook een groot hart voor geschiedenis, voor kunst en voor de mens. Ze was een society-figuur, politiek uitgesproken, passioneel, speels met genderrollen en normen. Martine Poulain, eredirecteur van de Parijse Bibliotheek de l'Institut National d'Histoire de l'Art, schreef een lijvige biografie van meer dan 314 bladzijden. En deze biografie die komt uit op 5 juli. En Martine kon er helaas niet bij zijn, maar nous sommes très heureux que des scientifiques français, passionnés par la marquise, viennent également pour cette inauguration. Un tout grand merci et bienvenue à vous aussi. Ze maakte Gaasbeek tot een centrum van de wereld, of beter een toevluchtsoord voor de grootste geesten van haar tijd. Een plek waar de bezoeker zichzelf kon zijn, zijn weg van de drukte van alle dag. Zo kwam Dreyfus hier uitrusten na zijn ballingschap en kwam de Movante hier op bezoek. Jean Jaurès, Léon Gambetta, maar ook van dichterbij Maurice Maeterlinck. Een droomburcht in het Pajottenland, voor wie het in Parijs te druk werd. Een droomburcht die het verleden weer tot leven wekte voor haar en haar illustere gasten.
Het is op deze droomburcht dat het architectenbureau Origin zich baseerde voor de restauratie. Een restauratie die niks minder dan een heus monnikenwerk was. Ze brachten een van de restaurateurs meer dan 3 kilometer rode lijnen aan voor een steenimitatie. En werden honderden schablonen en spreuken van de markiezin opnieuw geconstrueerd met oog voor elk detail. Graag wil ik ook jullie aandacht vragen voor de uitzonderlijke collectie wandtapijten. We hebben de tweede belangrijkste collectie van het land. En de koninklijke manufactuur, daar aanwezig, bracht elke vezel tot leven. 100 jaar geleden stierf ze en voor haar dood schonk zij het kasteel aan de Belgische staat. En het grootste deel van de inboedel schonk ze aan de Parijse musea, aan het Louvre en Musée des Arts Décoratifs. Een bijzondere reeks van glasplaten kwam dan weer terecht in het Musée d'Orsay. En op die glasplaten presenteert Marie Perrat of de markiezin in haar kasteel, verkleed in een middeleeuws pagepak. Schijnbaar achteloos, lezend of dromend bij het raam, maar onmiskenbaar in scène gezet. En die foto's vormen de inspiratiebron voor de filmische expo van het theatergezelschap FC Bergman en het Toneelhuis. Een expo die u straks eindelijk op eigen tempo kan beleven. Uit de titel spreekt een grote nostalgie, een intens verlangen naar andere levens en andere tijden. Ne m'oubliez ni, vergeet me niet. Als ondertitel koos FC Bergman voor oefeningen in zelfbehoud. Het betekent ten volle datgene doen wat je wil en kan doen, waardoor je wordt wie je bent. Heel passend voor de markiezin. Jullie worden straks uitgenodigd om deze expo, die vandaag 5 sterren, waarvoor nog eens van harte gefeliciteerd, FC Bergman, kreeg in de Standaard te bezoeken. En we vinden het ook heel interessant in dit museum om beide werelden te kruisen. In 2024 zal ons museum 100 jaar bestaan. En we plannen dan ook vanaf april 2024 een vernieuwde scenografie en een finale wayfinding. U zal het merken. Gaasbeek wordt een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Met een breed aanbod. Van concerten tot lezingen, van wandelingen tot een verfrissend drankje in de zomerbar. En nog veel meer. Morgen openen we de poorten terug wijd open voor ons publiek. En dan kan het publiek uiteraard de fantastische restauratie en de expo. Quelle belle journée! Le parc était magnifique. Je quitte toujours Gaasbeek avec regret, schreef Marie Perrat. En ik heb de afgelopen maanden hetzelfde gevoel. U ziet het zelf. Het kasteel ligt mooi ingebed in het groen, met een schitterende kasteeltuin. Wij leven mee met het ritme van de natuur. Vorige week werd hier nog een familie kerkuilen geboren. De schapen zijn net aangekomen. En vorige week, dat was het, dan waren er de torenvalken. En de torenvalk heeft ook 5 kleine torenvalkjes, maar die zijn vorige week ook uitgegroeid. En samen met onze collega's van het agentschap Natuur en Bos hebben we een combi-ticket in de markt gezet. Om samen een combi-bezoek te hebben tussen de schitterende museumtuin, die daar ligt, en ons kasteel. Het siert de Vlaamse overheid dat ze in dit prachtige kasteel met hoge erfgoedwaarde investeert. Ik ben iedereen van ver en dichtbij heel dankbaar dat ze bijgedragen hebben aan de restauratie. Dank gaat onder meer uit naar het departement Cultuur, Jeugd en Media en het facilitaire bedrijf van de Vlaamse overheid. Origin Architecture and Engineering, aannemer Verstraeten en Van Ecken en ook uiteraard de vele onderaannemers. Ook de hele ploeg van FC Bergman, Toneelhuis, in bijzonder een grote dank en vooral ook waardering voor Stef Aert, Marie Vink, Joey Akemans, Thomas Verstraeten en ook de geweldige productieploeg. Zijn we erkend ook voor die kruisbestuiving tussen de beide werelden. En vooral een blik op de markiezin en op Gaasbeek. Zijn ook de provincie Vlaams-Brabant dankbaar, onze fantastische buurvrouw Anne-Theresa dankbaar en ook Anna Luiten voor deze presentatie. We voelen ons ook heel vereerd met onze getalenteerde vormgever Jim van Raamdonk,
van het grafisch bureau Soen. En ook hebben we geluk met de steun de voorbije tijd te ontvangen van onder meer Baron van Weyenbergen, Saffelberg Investments, de Lions Club van het Kasteel van Gaasbeek. En uiteraard onze pop-up zomerbar, die je straks hebt kunnen zien, konden we alleen maar realiseren met de dank van brouwerij Lindemans en uiteraard ook diverse ondernemers uit de buurt. Wij kijken uit naar de verbindende synergieën in de toekomst. Dank ook aan mijn voorgangers Luc van Akkeren en Herman van Dormaal voor het effenen van het artistieke plan. Dank ook aan al onze vrijwilligers en gidsen voor hun engagement. Grote dank gaat uiteraard ook naar het kasteelteam. Waar staan ze? Ze staan overal een beetje verstopt. Zij hebben het beste van zichzelf gegeven en staan hier als één team met één missie. Het kasteel opnieuw laten bruisen van schoonheid en energie. Ik ben blij dat dit bijzonder moment met jullie allemaal kan delen. Wij kijken enorm uit naar de toekomst, waarin Gaasbeek, in de geest van Marie Perrat, weer een toevluchtsoord wordt, waar ze in Parijs van kunnen leren. En vooral een plek waar u zichzelf thuis voelt in het verleden, weg van de waan van de dag. Wij hebben vol vertrouwen in de toekomst. Ik geef heel graag het woord aan mevrouw Caroline van Dorpen. Blij dat u bij ons bent.